Hallo, Martine hier. Binnenkort hebben we weer nieuwe afleveringen van de podcast Textuele Voorlichting. Met als eerste gast Stef Bos. Wat een baas. Hij vertelt onder andere in onze podcast waarom hij soms live op het podium zijn teksten aanpast. Textuele Voorlichting. Dan zijn er momenten, ik speel elke avond anders ook. Dus ik heb wel ongeveer een lijn. Maar ik kan opeens heel verstild worden in een stuk. Of opeens dan wel zo'n primal scream eruit gooien. Ja, dat valt me op als ik het je... Want je doet het nu bij best veel tv-shows, heb je het gedaan in het afgelopen jaar. Elke versie die ik heb gezien is anders. Is anders, ja. Ja. Ja, nee, ze hebben... Als ze een televisieopnames hebben, ze een geweldig probleem met mij. Want ze kunnen niet editen, ze kunnen niet van 3 opnames 1 maken. Nee, ik zeg, je moet hem in 1 keer pakken. En dan, ik wil hem wel 2 of 3 keer doen, maar... En dat is te gek, als je er... Dus jouw vraag hè, van hoe uit je dat dan, dat weet ik ook niet. Maar het momentum te pakken, maakt het niet uit of je schreeuwt of zingt of praat. Kijk, papa was natuurlijk echt zo, boah, moest eruit. En die tekst was er ook ineens, van kop tot staart. Ik doe nu in papa een monoloog, een gesprek met mijn vader. En dat is op dat moment. Dus dat als doe ik je vanavond wel in Enschede speel, dan is het dicht bij zijn geboortestad, Almelo. Ja, dan zweeft hij wel ergens rond en dan begin ik met hem te praten. In de voorstelling, ja, dat is zo fijn om te doen. En dan gebeurt er iets in een zaal wat je ook niet kunt verzinnen. Ik heb dat nooit verzonnen, dat ga ik eens doen. Dat gebeurde op een gegeven moment dat ik stilviel. En dat ik op een gegeven moment zoiets had van, ik weet niet waar je bent nu, maar ik heb altijd nog het gevoel dat je ergens in de buurt bent. En dan voelt die zaal erbij en ik zeg, en misschien hangen jullie hier gewoon met alle mensen die er niet meer zijn. Kijk je nu naar beneden, zie je ons zitten en wij zien het niet. Nou, alles wat die man zegt is toch weergaloos? Dus, hou de EO YouTube in de gaten, de socials en check de podcast in je favoriete podcast app.